een 16 maart kunnen de allereerste een horrorfilm voor televisie. De witte view is een nieuwe bewerking van een oud Oost-Nederlands volksverhaal. En in de film gaat Hans in het Nederlands. En dat wil dat de acteur zelf geen woord plaatsvinden. Hoe heb je dat do? Nou, bij dat verhaal en bij het Nederlands heb je een Groninger salander, of Salaanse Groninger, Arjan Sterken bij je hart. En Arjan Sterken is geloofswetenschapper aan de Radboud Universiteit van Nimwegen. zijn is een aanvullen. Arjan Sterken, daar zitten we hier vandaag met. Mooi dat je tijd hebt. Nou, goeie. Ja, ja nou, dank u wel dat je ook wat uh, tijd hebt. Uh, Wij die is tijd. Ja, dat ducht me, want uh, wie kent me qua al een beetje? Ja, goh, hoe lange heer is het wel niet? Uh, ja, met de uh, met de nee is een Wie is een baby vanzelf. Nou ja, het is wel een goeie aantal jaren. Ja, 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 ja. ja. En uh, ja, ik wil dus een podcast een aantal thema's duurnemen, zeg maar. Laat ik dat maar direct even vertellen, want dan uh, heb je de Lurk Holvaste, zeg maar. Dus Precies. dat is, uh, is wel een grote ik heb er Zelfs nog Frank, een bivuurbereid, minaho. Jonge, jonge, uh, jongen. jongen, jongen. Uh, maar niet te veel worden, hè? Nee, nee, nee. Eerst hem oude Arjan. Dan oude Gelurfzaken, natuurlijk, want die, uh, die uh, doodt iets met gelurf. En ja. uh, dan iets over de Nederlandse acties En dan natuurlijk, hoe het eigenlijk. Een begunnis en film, De Witte Wiewen. Dus, uh, Ja, misschien ook nog een kleine disclaimer, voor de leu in toes. Van uh, ik zin behoorlijk verkulden en. Maar dat is wel weer in de hele traditie van de wereldsproken podcast perfect. Dus, het, het is alsof ik erop wacht, hè? Ja, ja, precies, precies. Nou ja, ik, ik ben me ook al maat nog week, nam het Kwaggon met uh, mijn stemmen. Dus, uh, Het heurde wat bij. Het heurde wat bij. Mm -hmm. Ja. Hé, hey, Arjan. Wie is Arjan Sterken? Kun je daar wat over vertellen? Ja, nou, uh, ik ben ja, Arjan Sterken. Ik uh, ben uh, groot worden in het dorpje Wit Haan. Dat uh, ligt uh, stief bij Om aan. En Om ligt in de Sallaand provincie of Ruzel in de Nederland. En uh, ja, en nou... Uh, in, in mijn dagelijks dus leven ben ik religiewetenschapper. Mm -hmm. En dat is iemand die onderzoekt doet naar allerhande zaken die ga, ja, die, uh, die van doen hebt met religie. Uh, en in mijn geval, ik ben echt gespecialiseerd in uh, mythologie en volksverhalen. Dus uh, de verholde dimensie, de narratieve dimensie van religie, door ben ik benoemd gangs met. Uh, ja, dus dat is, uh, dat is heel in het kort. wie als ik ben. Aha. En wit haren. Dat uh, hoeveel man moeten we? God, nou. Uh, je riet binnen. En op een gegeven moment aan je deur hebt van. Oh, ik ben in, uh, in een leuk dorpje. Dan ben je er ook alweer uit. Mm -hmm. dat is, uh, go, het is een barsenschool, een karke. Vroeger zat een kroeg. Die is no wat. En ik denk. Nou, ze bent nog wat aan het bouwen. Maar uh, ja, als je met 100 lu. dan zie je al gauw aan de. dan zie je een grove schatting. Met 100 lu. Maar. Ik. Ja. wel een hele duchtige leuwer. Want ik heb gelezen... Dat er ook aan de wereldkampioen touwtrekking vandaan komt. Nou kijk toch is. Ja. Nou dat, dat wist ik bij geen iets. Nee, maar goed. Nee, ja, maar dat, nee, dat, dat is uh... iets van de les de mond geloof ik. ik. Denk vuurige week of zo, want ik wist dat dit een podcast eraan uh, zat te aan komen. En toen dacht ik van, lag er zo'n wat van wit haren op En toen bleek dus dat er een paar jongens zoet witharen uh, van hoe het niks wereldkampioen touwtrekking zinnen worden. En dan heet hij ook nog Sterken, van naam. Dus ja, uh, kijk, dus is wel toepasselijk. Ja, het is... Uh, ja, 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 ja. Ik, uh, ik was er zelf niet bij betrokken bij dat uh, trouwtrekking gaan. Hè. Anders uh, was het echt nog dubbel toepasselijke vest. Ja. en ja. ja, dan hadden ze het sowieso over. <laughs> precies, precies. Ja, <laughs> ja en... Um, ja, je, uh, je hebt ook een zetting in Texas zetten Ja. Dat is ook Ja, dat... Uh, ik heb mee... Uh, nou, ik... Uh, ...religiewetenschappen is een kleine studie... ...en ik ben niet zoveel lu. ...en ik, eh, ik was er met aan de in uh, Nimwegen... Uh, ...dus in Nimwegen... Uh, ...Radboud Universiteit... Mm -hmm. ...door heb ik mijn bachelor gedaan... ...mijn eerste vier jaar in mijn geval... ...en daarna ben ik uh, noordmooie Grun... ...en gewoon... ...waar ik mij ook wat Grunigsknauwen geleerd heb... Uh, <laughs> ...dus dan ga je ook wel... Um, ...maar het. Uh, maar goed, door uh, in uh, Grun, uh, een grun-omgeving ben ik ook uh, in Noor, uh, op Wisselingen West, Naar Rice University in Houston, Texas, Lone Star State. Um, ja, pracht, nou, prachtige steden. De uh, st stad zelf is Houston verschrikkelijk lelijk. Uh, verschrikkelijke stad om te wonen, uh, wat mij Giet. Maar ik heb er donderdus veel geleerd. Mm. Uh, uh, prachtige universiteit, uh, echt wereldklasse aan, uh, aan, uh, ja, aan professoren die doorzitten. Dus uh, ja, ik heb mij daar ook nog in zitten zitten zetten. Ja. Kijk. En wat was dat voor iets speciaals geleerd? Of uh, was dat een specifieke ja. uh, ding waardoor came, waar zeg maar? Ja, er waren, uh, nou, er waren twee dingen waar ik mij toen heel erg geïnteresseerd in was. En de ene... Uh, aan de ene kant was dat uh, iets thematisch. In, uh, in uh, Rice University had je Epel de Konink zitten. En Epel de Konink is iemand uh, die bezig is, die gang is met vroeg christendom Maar dat vreemde vroge christendom, dat uh, Luthers woord niet meer zo makkelijk erkent. Uh, de Gnostiek, zoals dat heet. De Gnostiek is een soort christendom. Uh, Komt beetje op dit delen van. Je um, hebt de kwooie scheppergod. Die het universum gemaakt heeft. En door, door boom stiet een uh, Allerhoogste, al goede God. Um, en het idee is dat de Ludimut ontsnappen uit dit uh, kwaoie universum om door die grootste God hem te gaan. Nou, en door was ik uh, bassend in geïnteresseerd. Uh, om door meer van te weten. Echt uh, diep erin te duiken. En dan is uh, Rice University een heel goede plek. Door, uh. Uh, de Nost. Waar ik ook uh, gigantisch geïnteresseerd in. Uh, ja, wat ze noemt de uh, cognitieve religiewetenschappen. Mm -hmm. Dus dat gaat heel erg over... hoe zit het nou eigenlijk met religie, met geloof... met het bovennatuurlijke in onze kop, in onze hersens. Mm -hmm. En uh, nou, door, uh, door, uh, door uh, haalden ze ook uh, verschillende experts. Uh, Nicky Clemens bijvoorbeeld aan uh, Rice University... en uh, door ben ik dus uh, ook voor hen gewoon... Uh, maar uiteindelijk, wat het mooiste was, um, was een college van een uh, geleerde Jeffrey Krijpel. Uh, dat is een, uh, een beetje controversieel figuur binnen de religiewetenschappen. Die uh, nou, kijk, um, een, een van de dingen die heel erg speelt bij religiewetenschappen, is dat wij als afzetting theologie. Wij hebben zo'n idee van voor religiewetenschappen uh, is een objectieve studie van wat religie is. Dus ik kiet op een wetenschappelijke manier bijvoorbeeld met. Psychologie of sociologie of antropologie, nor verschillende religies over de wereld hebben. En wij zetten ons af tegen theologie die sterker zegt: van nee, van, met theologie ben je ook bezig met het versterken van het christelijk geloof. Dus je bent bezig met uh, godsbewijzen, je bent uh, bezig echt met, nou ja, God besteedt op een of andere wijze, En om dat, dat, om dat geloof door te versterken. Maar daar heb je zelf nou, niks mee, dit... zeg maar. Daar heb ik zelf helemaal uh, niks met. Nee, ik ben echt een. Uh, ja, ouderwetse older, religiewetenschapper. die echt alleen een giet om. wat voor betekenis heeft het voor anderen leuk. Dat hmm. is uh, voor mij het belangrijkste. En uh, dus voor mij. ben die twee weelden van theologie en religiewetenschappen. echt uh, gescheiden. Dat bent andere weelden van elkaar. En Jeff Kripal... Die probeert dat juist bij me koort te brengen. Die zegt van: nee, er is, wat, er is een kern wat voor is aan al die religies. En dat moeten wij als religiewetenschappers ook onderzoeken. En dat is hartstikke controversieel. Hij heeft heel wat tegenstanders, hij heeft, heel, uh, hij heeft ook heel wat voorstanders. Het is een uh, interessant debat binnen de religiewetenschappen. No. Maar wie zit de falikantering dan? Nou, hij zegt hartstikke interessante dingen. En zien uh, bukerijen is ook altijd fascinerend om te lezen. Um, en de hij maakt wat gooie punten. Hij, uh, ding, uh, hij zegt van. Uh, nou ja, er gebeurt vreemde dingen in de mensenleven. Uh, Lu heeft vreemde ervaringen. die ze niet makkelijk verklaren kunt. Nou, dat is interessant. Uh, en hij zegt van. dan moeten wij als religiewetenschappers serieus met omgaan. Nou, en door kan ik hem informeren. Want Lui heeft die ervaringen. en. Moeten wij niet uh, gelijk praten? Van uh, ja, goed, dat kan helemaal niet, dat past niet, dat hoort uh, dat niet, dat, dat hoor, hoor je niet te ervaren op deze wijze Nou, dat kunnen wij als religiewetenschappers vanzelf niet zijn. En door hebben we een sterk punt. Waarom dan gelijk ook uh, alle handen andere conclusies door aan te vertrekken. Dat uh, bijvoorbeeld dat ze uh, dus een uh, wereldgeest is die bestiet of wat dan ook. Nou, ja, dat schiet dat mij wat te wiet. Uh, maar uh, het bunt gigantisch fascinerende discussies. Maar ik uh, ben toch meer van de kaande. Ik kijk nog wat lu voor betekenis gaf aan hun leer, aan hun verhaal, aan hun geloof. En dat is waar ik mee op focus. Mooi. En hoe kun je dat vandaan? Want is het ja. niet geloof robbenbrag een bracht, dan. Nou, ja, kijk, ik ben wel uh, geworden op een uh, school met de Bijbel. Uh, dus de triangel, de scholen die in Haan staat, dat is wel een schoenen met de Bijbel. Dus uh, het hervormde christelijk geloof heb ik op een bepaalde wijze wel met de kring. Maar dat is niet precies wat was mijn uh, fascinatie van Donkum. In mijn fascinatie, ja, uh, al vroeg in mijn jeugd, uh, bij mijn ouders, dus had wij uh, zo'n Lemnes uh, boekenserie uh, tussenstorm uh, met de titel Grote Mysteries. Dat is een hele serie uh, van die grote zwarte boeken, punt dat. Uh, dus sommige die zult, die, uh, zult wel herkennen. En we hadden dan de uh, intie over ufo's en we hadden er intie over uh, mysterieuze verzwindings, verdwijningen, verdwinnings. Um, en nog wat van die andere uh, deel geloof ik ook. Ook intie over zwarte kunst en magie. Dus allemaal van die spannende onderwerpen. In elk moment dat ik mij wat uh, ziek waan als ik een beetje kranker waam. Uh, en ik bleef thuis van schoolen, dan uh, pak ik in altijd zo'n boek erbij om dan uh, doorin te lezen. En dat heeft toch wel heel wat fascinatie voor mythologische wilden, voor vreemde gebeurtenissen, uh, voor betekenis. Uh, heeft dat toch echt anders de En na nou, loorder op middelbare scholen was ik sterk geïnteresseerd in uh, Indiaanse filosofie, dus filosofie van India. En nou, daar wilde ik wat meer mee doen. En toen, uh, toen kwam ik uit bij religiewetenschappen. En uh, dat was voor mij echt de perfecte studie. Ja. Yeah. En, maar nu zit je dus echt slimme gefocust op de mythologie en de verhalen, volksverhalen die je hier in Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland hebt. Hoe... Dat is één van mijn focusgebieden, ja. Ja, niet de enigste hoor. Um, ik, heb, ik doe op het moment onderzoek, naar een groot vergelijkend onderzoek. En door met, uh, in dat onderzoek kijk ik uh, zowel naar India als ook naar uh, die oude gnostiek, als ik het uh, wat eerder over had. en ook ...over uh, Nederlandse en Duitse... ...Saxische volksverhaal. Ja. Dus, maar ja, dat uh, Saxisch, de, ...of die Saxische volksverhaal... bent een van mijn specialisaties. Absoluut. Ja, en... ...zeer je daar tussen? Kun je daar al iets over zeggen? Hm. Ja, er is... ...nou ja, het, het onderzoek is nog niet helemaal de kloor, hè. Maar... Um, ...er is... ...nou kijk, wat mij... An, uh, ...als mijn onderzoek om, draait ...is... ...de ambiguïteit... ...van bovennatuurlijke wezens. Nou... En uh, ambiguïteit zit je op op manier in mijn koor. Um, vanuit het christendom hebt wel al gauw idee. Uh, ja, um, de duvel is min, is slecht. Kwoje keel. En engel, but goed. Dus alles van God zien kaande is goed. Van de duvel zien kaande is min, is slecht. En wat nou een beetje vreemd is, als je kijkt over de hele wereld hem, dan ziet dat er overal ei, eigenlijk wat anders uit. Um, de, ja, er wordt niet gauw gedacht in heel starke, uh, ja, heel starke tegenstellings op die wies dat in uh, bepaald soort goed is en in bepaald soort min. Het is veel, juist veel griezer op uh, heel veel stenen in de wereld. Dus uh, Zeus bijvoorbeeld, Zeus, de Griekse mythologie, ja, is wel de oppergod, maar is nog altijd uh, vol aan het verkrachten en moorden en wat, uh, wat er ook doet. Um, dus uh, het is altijd veel griezer dan bij uh, in een eerste instantie deur hebt. En ja, dat is, uh, is juist waar als ik uh, onderzoek naar doe. En ik heb een model opgevraagd met uh, zes verschillende dimensies van waarop die boomnatuurlijke uh, natuurlijk meer griezig bent. En door met kan je toch echt een vergelijking trekken tussen bijvoorbeeld India en verhalen nou ja, uh, verhaal uit Grun of uit uh, mecklenburg vorpommern of het Westfalen, of ja, waar je ook wil. Dus het uh, punt geleken in te trekken, maar wel op een heel algemeen niveau. Hij daar een vuurbeeld van? Ja, dus een voorbeeld is bijvoorbeeld. Nou, Een van de dimensies uh, die heel erg uh, metspelen, is dat boomnatuurlijke wezens uh, die in een dorp zelf woont. Of uh, de, in een dorp zit, die bunt uit. Je uh, ja, uh, bent nu wat angstig voor. Maar als ze wiet fort bent. Dan maakt het allemaal niet zo vullen uit. Dan, um, dus, nou, in India vind je bijvoorbeeld de yaksha's. En de yaksha's zijn een soort boomgiesten. Uh, die wil je niet in het dorp zelf hebben, want in het dorp zelf veroorzaakt ze ziektes. En benoemd voor kinders. Uh, dus ja, dan. Nou um, ja, goed, dat moet je allemaal dan niet hebben. Maar als ze ergens in de wildernis woont. en uh, dat is wel grappig om te zien. Dus als je ergens in de wildernis hebt zitten. Dan wordt ze ook voorgebruikt op een literaire manier om aan te geven hoe mooi die wildernis is. Dus het is echt een ander soort uh, evaluatie, een ander soort interp interpretatie van wat die Jaksja's punt. Nou, en hetzelfde zien wij dus in uh, noord neder folklore als het om de Noorloper gaat. De Noorloper is een die weer noord de dood. En uh, de Noorloper. Als de Noorloop aan is, op een dik bijvoorbeeld of in een vold, uh, waar uh, horsten geen, uh, geen mens komt, Ja, dan doet dat allemaal dan niks. Dan, uh, Zo'n Noorloop kan je gewoon lopen, lopen. Dat, ja, dat, dat doet allemaal dan niks. Ja. Maar als er iedereen in hu er een hu, als er in een hoes zit, dan is het een minderzaak. En Dan moet er alles aan de doorn worden om die Noorloop, om die geest, om dat spook fort te kriegen. Dus moet er alles aan de doorn worden om, de, ja, om die fort te kriegen. Dus uh, dat, dat is dus wat je ziet. Dus uh, de boom natuurlijk weer, Als ze te dichterbij kunt bent ze gevoelig, met ze fort. En als ze wiet fort bent, ja, dan uh, kan je ze met rust laten. Dan doet het allemaal er niks. Is dat ook een beetje te vergelijken met hoe het in Nederland... sterk tegen de, de boetenlanders wordt aan het kijken? Nou, dat is uh, wat je dus uh, vaker ziet. En dat zie je zeker eens in India, is dat... Um, Boomnatuurlijke wezens wordt soms gebruikt om andere groepen mensen te beschrijven. Dus dat wordt met de yaksha's bijvoorbeeld gedaan, dat dit ze benomen in Sri Lanka. Uh, dat sommige volken die uh, diep in de wolden bij de bargen, leven, uh, die wordt vaak yaksha's genoemd. Of rakshasa's bijvoorbeeld, ook is ook weer zo'n andere uh, wezen. Uh, en door zie je dus dat die twee, uh, de, het gevoelige boomnatuurlijke en de uh, andere menselijke groep, die wordt op elkaar geplakt. En zo zie je dat toch ook wel wat in Nederland uh, terug en in andere delen van de wereld ook. Dat uh, de, ja, de gevoelige groep, of nou niet de, per se de gevoelige groep, maar de andere menselijke groep, die, uh, ja, die, die wordt een beetje uh, tegenaan bekijken als. Soms was Asbom natuurlijk een wezen met uh, krachten die, niet, uh, die anderen nu niet hebt. Zo had we heel lange tijd naar de Zigeuners kerken bijvoorbeeld. Die Zigeuners waren het aard die, die geheimzinnige magische krachten hadden die de toekomst zien konden, uh, dat soort zaken konden. Dus uh, die twee wordt al gauw aan elkaar geplakt, ja. Ja, interessant. Uh, en kijk, de meeste leuzen natuurlijk ook wel vernemen dat je uh, op een bijzondere manier plat kan je. Ou Tantaro zeg maar. Net als bij mij is plat niet de eerste sprake. Nee, toch? het is mijn, niet mijn eerste. Um, ik, ben, uh, ja, ik ben nog op een ja, Mijn ouders hadden echt het idee, zoals ze vullen van onze generatie. Uh, of ja, de, de generatie die ons opgefudd heeft. Van uh, dat plat moet je niet aanleren, want dat plat. Dat geeft een kinder kansen op de arbeidsmarkt. Dan heurt uh, iedereen van, uh, dat ze dom, dom en boers bent. Ja, en uh, dat moet je allemaal niet hebben. Nou, ik werk aan de universiteit, dus ik weet niet hoe... Uh, ik ben misschien wel wat boers, maar of ik dommer ben, dat dat ik niet uh, precies. Maar um, ik heb het echt mezelf... Nou, ik heb mijn smeekt smeekt om het mee meeloorder aan te leren. In die zin van, uh, toen ik... Ik gok dat ik een jaar of 22 was. Uh, in elk interview zeg ik weer een andere leeftijd, dus hier zeg ik 22. Want ik weet het niet <laughs> meer precies. Maar uh, toen heb ik tegen mijn gezegd... Nou, wil ik... De Saksies leren. Nu wil ik plat leren, ik, uh, ik ga het uh, proberen tegen te praten, ik uh, ga het weer tegen mee praten, ik ga fouten, fouten maken, uh, ik ga het vreemd uitspreken, uh, ik ga mij uitlachen, dat heeft mij moe ook vullen dan. maar na uh, ja, wat maanden uh, is mij ook wel echt een beetje gelukt om dat plat te kunnen, dat plat te praten. En nou ja, goed, ben ik, dus, uh, ik ben nu 31, dus ik ben er uh, al een goede tijd met gangst. En uh, het klinkt toch angstig nog in elk geval. Ja, nee, ja maar ik, ik verneem me bij jou altijd omdat je zingt van ik kom door Zuid-Saland, maar je gooit er ook naar noord Ja, tussen. Precies. Kruiningsbiet. Kruiningsbiet. Precies. Nee, ja, dat is wel een goeie, want uh, toen ik, uh, ik gangschuim met het uh, Saxisch leren van Woraas ik Fortkom, uh, dus dat is uh, Uit-Wit-Haan, uh, Noord-Saland, echt tegen de Drentse uh, grubben aan, dus het is uh, e ja, eigenlijk ook wel Zuid-Drentse, zo kan je het ook wel zeggen. Um, maar dat heb ik geleerd in het titel dat ik uh, naar uh, Grunhen ging om door te studeren. En uh, daar heb ik ook religiewetenschappen door, de Research Master. Uh, maar ik heb door ook, uh, kwam ook in aanraking met Grunniger folklore, Grunniger volksverhaal. Met ook een hulp, hele bult van in het Grunnigs Upperschreem. En dat, dat wil ik beide begrippen, want dat zag er toch in eerste instantie wat aans uit dan uh, dat uh, Salaans waar ik uh, ken. Dus ik heb ook cursussen gedaan bij uh, wat nu het uh, Centrum Grunnige Tol en Cultuur is. Ik geloof in het Bimekor veercursussen. dat durf ik niet meer helemaal te zeggen, maar veren geloof ik. En uh, ja, dus op een gegeven moment uh, was ik op het Grunnige laat, sprak ik eigenlijk aardtiet Grunnigs. Dus uh, er, zit, ja, er zit ook een uh, flinke, ja, flinke uh, geut van Grunnigs uh, durmin mijn uh, Salaans Absoluut, absoluut. Ja. Yeah. Rie daar wel eens commentaar op? Of? Oh ja, ja, ja. dus uh, zeker <laughs> oh, in het begin, Toen, uh, nou, als ik dan uh, toen ik in Grun woonde en dan uh, bij Minoles uh, op bezoek kwam, dan moest ik altijd wel een Tudy school kon. Daar uh, kwam er eerst eigenlijk veel sterke Grunnigs uit. Um, en dan, ja, een uh, Uri of wat dan ook, uh, dan was het weer Salanser, was het veel Salanser. Maar ik kreeg daar best wel uh, wat commentaar op. Um, nou, en uh, ja, ook in Grunzel, uh, Lu hoort nou, Lu weet of heurt dat je Grunnig maar toch met een vreemd accent. Voor en daar heb hmm. ik toch ook wel wat commentaar uh, op gekregen. Soms heel positief van, oh, kijk een naam, die als uh, als gesproken leert. Aan de keer van, ja, maar je zult nooit echt Grunnigs kennen. En soms ook wel iets ja. van, uh, oh, je kunt het meem, het Uthehuze meem, uh, helemaal in het noorden van uh, Grunn. Dus uh, echt hoog, hoge hoogelaansters dus, is uh, dat. Mm -hmm. Nou ja. ja, goed, dus uh, echt. Goudgeef. Ja, verschillende reacties. Maar uh, ja, reacties kreeg je er wel op. Want heel veel lupen zijn toch gewend aan je platprot, aan je snede praten, dat je dat doet. Uh, op het model van het dorp waar je voortkomt. Dat, als je dan mixen giet, dat is niet wat Lu gauw doet. Dus dat, dat, dat vindt ze wat front, als je dat doet. Ja, dus eigenlijk is het een hele moderne inventie van hoe? Je hebt zelf uw eigen soort plat oude Op een bepaalde manier, ja. Op een bepaalde manier is mijn plat. Um, ja, toch heel erg mijn eindplaat. Ik weet niet, maar hoor, dan moet ik ook gelijk bij zijn. Ik weet niet of dat echt uniek is. Um, in die zin um, dat, nou ja, uh, sproken verandert athiet. En uh, ik kan mij goed voorstellen dat, uh, ja, Ine, die gewoon veel in contact is met verschillende regio's, uh, dat die toch echt verschillende invloeden heeft in hun plat. Dat van elke, ja. elk, elke, elke persoon is het eigenlijk weer aan. En nou ja, kijk, er zit grunks door hen, wat salans. Uh, soms uh, neig ik ook een beetje meer naar een Twentse uh, klinker, uitsproken. Niet helemaal, maar toch sterker dan uh, het Withaans of het bouw of het uh, wat, uh, ja, als ik, uh, wat ik Waar ik met grote worden ben, uh, dus waar ik altijd te huur heb. Dus ja, ik weet niet hoe... Nou, mijn combinatie is uniek. Maar ik denk dat er wel meer, zeker jonge Lubens, die ook wel zo'n combinatie... Uh, dialect, zo'n combinatiesproken hebben voor het uh, Neder-Saxisch. Ja, ik denk dat dat ook te maken heeft met dat we het allemaal niet meer goed kregen, zeg maar. Ja. Ik, ik heb geluk gehad dat ik de met ik ze hebben het me niet geleerd of eigenlijk niet actief geleerd, uh, maar ik heb het wel met de kring. Dus ik klink er zo riezens mogelijk, zeg maar, mm -hmm. uh, met af en toe wat eentonse klank dat biedt tussen duur, maar dat is uh, redelijk uh, een kleine eenheid, een kleine unit in Zuidwest Twente, zeg maar. Ja, precies. Dus wat dat betreft heb ik het gewoon groot voor mekaar. <laughs> uh, en, pas, en pas ik mooi in het plaatje. Maar uh, ik kan me voorstellen dat als jonge leu uh, gaat googlen wat is net de acties? en die weet dat geen leren, nou dan pluk ze dan, een plukje voort en daar neemt ze een, uh, he, een krummel en daar neemt ze iets. En ja, bij qua. ontsteedt op die manier een nieuw soort neder acties, ...wat veel meer overregionaal is... ...en wat misschien ook beter te standaardiseren verhoudt. Nou, op deze wijze wel, ja. Dus daar, waar je toch uh, sterker... Ja, ...ja, misschien zo'n overregionale versie... ...die je op een gegeven moment krijgt. Zeker als nu uh, van over de grubben. Dus uh, Nederland en Duitsland... ...en misschien ook Brazilië ...en uh, de Verenigde Staten. Als die allemaal met elkaar uh, snakken giet. Nou ja, dan... Uh, ...ja, misschien krijgen we dan echt een veel sterkere... ...overregionale uh, versie ervan. En, nou ja, uh, van kan je misschien al een beetje zien op de Discord, op de uh, Neder-Saxische Discord, waar je echt lui hebt van nou ja, verschillende regio's, uit Nederland en Duitsland, uh, maar ook Nijenleerders, die, um, ik geloof, een groot gedeelte ook uit de Verenigde Staten, uh, die, dan, ja, die dat Neder-Saxisch probeert te leren. En dan, uh, nou ja, en dan dus met verschillende hulpmiddels kunt. Dus uh, leerbuggies uit uh, Oost-Friesland of een cursus van uh, een Nederlandse kaande. Of, nou ja, er, is, er is veel en hul verschillend materiaal. En dat is, mm -hmm. dat is best een uitdaging. Dat je, dat je niet één versie standaard leren, maar echt met verschillende versies uh, al in aanraking kunt, Als je niet uit het gebied zelf Nou, ja, Wat zeg je tegen de haters? Nou ja, goed, uh, Sproken verandert uitziet. Uh, kijk ook iets over de grubben van uw eigen dorp, hen. Uh, uh, onze Sproken is een brede Sproken. die uh, op heel veel verschillende steden in de wereld echt begrepen worden kan. Dus ja, neem die kans ook op. W waarom zou je en, dat dan niet doen? Ja, nou, dat is ook zo. En ik zeg dan ook altijd. Hij weet dat ik het groot had gekeerd, hij het me beter m'n leren. <laughs> dus, ja. ja, nee, daar, daar heb je ook slippen gelieken. Ja, ja. Uh, en, en wat wil je zeggen tegen jonge leu die het plat wil leren? Tegen jonge leu die het plat wil leren zou ik zeggen: hartstikke mooi. Het is een prachtige sprook met een heel rijke vocabulaire, heel veel uitdrukkings uh, erin. En ja, ik wens u echt veel succes met het proberen om uh, weg te vinden in al de verschillende materialen die er zijn. Um, maar wat het de belangrijkste is, voor mij ook: uh, ik leer het beste als ik fouten maak. Als het mij minder giet. Door leer ik het meeste van. Dus als je het leren wilt, gewoon probeer en maak die fouten. En dan kom het uiteindelijk, word je er alleen nog sterker uit. Mm Hé, -hmm. en hey, uh, terug hey, naar de, de, de sagas en dat soort dingen. Ja. Je wilt ook een blogpie? Ja. De, de Saxon sagas. Ja, precies. Dat ligt nu al een tijdje stille. Uh, om reden, ja, uh, dat doe ik zo met een fotograaf in Grun, Hieke Grastiek. Uh, Grasdijk, op het Hollands. Um, en hier, uh, nou, die, um, wat wij doen, wij zoeken een uh, verhaal uit, en dat is DMA in Tidi die we dat elke maand. En uh, er komt een verhaal uit Grunven of iets uh, anders, anders uit Nederland. En op een gegeven moment ben ik ook over de Grubben kijken, dus, uh, dus een hele mooie collectie uh, volksverhalen. Je bent er heel wat in uh, Duitsland. Um, dus uh, heb ik dat ook een beetje die En uh, dus, nou, ik zung, of wij zong een verhaal. Uit, ik schreef er een stukje, een soort analyse bij. Van Uit een uh, folkloristisch of uh, religiewetenschappelijk uh, oogpunt. En zij schudde er een pladi bij. En uh, dat hebben wij in Heulen Tide gedaan. Ja, dus, uh, je hebt een mooi aantal blogs gemaakt. Ligt ze, uh, nou, helaas een beetje stille. Uh, ja, het is allemaal wat. Wat staat er nog? De blog is nog niet online en uh, wij willen er ook echt uh, weer met gewoon maar meer op gelegen iets. Dus als we echt iets bijzonders tegenkomt, dan, uh, dan komt er weer eens wat. Ja. ja, ik wil zeggen, want die waren daar in het verleden nog wel redelijk fanatiek met. Maar ja, uh, hoeveel blogs staat er inmiddels op? Dat werd ik zo niet op mijn kop, maar ik gok toch een goeie, ik denk 30 uh, zo ongeveer. 30 uh, hm, verhaal die is wel. Ja. Dus... Maar 30 volksverhalen en volksschrikken uh, en ja, allemaal al en yeah. bijzondere, duistere, wezens en leuwe, rekening met, met home Ja, in uh, Oost-Nederland loopt en Noord-Duitsland. Ja. ja. Um, wat, is, wat is uw favoriete volksverhaal? <laughs> wat vind u een, een schrik en iedereen zou moeten kennen? Nou, wat, wat dit, is, dit is heeft. net als, als je aan de oude vraagt uh, welk van, van uw kinderen favoriet is. Dus ja, dat is heel lastig te zeggen. Um, dus ik gewoon nou over wat. Nou, ja, Het is een gigantisch fascinerend verhaal. Dus in mijn onderzoek, nou, als het om de Neder-Saxische kaander gaat, dan gaat het nou om Noorlopers. Dus uh, Lui die Noorder dood weer ja, ja Dat uh, is sowieso fascinerend, want er is een hele bult aan verhalen over uh, deze Noorlopers. Maar iets die ik wel heel bijzonder vind, is de Alk. De Alk, A-U-L-K, Alk, is een grunnigs wezen. Die wat op elfen en veen lekt, zoals je die in uh, Ierland of in Schotland of in Wales denken. Uh, dat bent uh, ja, wezens die van gedaante veranderen kunt. En wat ze ook vaker doet, is het zogenoemde wisselbalgie. Als er een uh, podje burn wordt, een uh, kindje burn wordt, dan neemt deze alken die neemt dat mensenkind en wisselt dat weer rummen met een van hun eigen kinderen. Een changeling. Kind, een changeling op het Engels, ja, wisselbalgie. Nou ja, die kinderen, die oude kinders, die bedachten wat ziekelijk. Die hebben lichamelijk niet helemaal goed. En door een, dus als je een kind hebt wat, ja, wordt wat men met schiet. Waar het Atiet wat men met schiet, dan uh, zegt ze wel eens, Oeh, is dat misschien een wisselbehagie? Is dat zo'n wisselkind, een changeling? Ja, dus uh, dat is, uh, die verhaal heb je dus ook in Nederland. Maar die bent helemaal niet zo bekend. Uh, we hebben ze ook aan de Duitse kant van de grubbe. In Oost-Friesland uh, ken ik ze benoemd. Dus uh, ja, dat is wel een mooie, ook een grensoverschrijdend wezen binnen de neder saxische folklore. Uh, word ik geen wat meer over zien, zoveel. Dus uh, kunstenaars die het oppakken, kunt, uh, kun je gigantisch interessante verhalen over schrijven. Dat, dat wil ik wel eens wat meer zien. Ja. Waarom zenkt zinkleur dat? Ik heb altijd het idee, nou in, in, in Nederland sowieso zo luchter. En wie laat ons een kop niet gek maken. Ja, En dan toch bluwt zulke verhalen uh, die storten lienrechthen. Uh, 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 aan de ene kant, uh, wie uh, nou, heeft het christelijke geloof, uh, dat geeft een duidelijk kader van dit is. En wat er aan, uh, he, aan, aan mythologie is, daar zit in dat kleine zwarte beuk. En alles wat er naar boeten gaat, dat bestaat niet. Dat, dat kan niet. Maar tegelijkertijd, zo gauw dat beuk dicht dood en naar boeten loopt, en wie spreekt onze Norben en toevallig. ...een ongelukkig weghef... ...dan in één keer dan hebben we hier allemaal volksverhalen. Hoe komt dat vandaan? Ja. Waarom is dat zo teenstriedig? Nou, ik vroeg mijn baby af of dat echt wel teenstriedig is. Kijk, aan de ene kant... ...dat die Bibel, dat zware beukske... ...dat is ook maar in... ...andere vorm van... ...wat ik toch wel mythologie... ...zal nu... ...dat mag ik niet van iedereen... Uh, dus, uh, nou goed, de uh, helft van de luisterers. Dus je zal ook al eens denken van, hè, daar ben je helemaal al in die zin. Nou goed, dat is dan maar <laughs> zo. Um, maar, ik, nou, soms giet die twee best wel goed zo. In de zin van, um, kijk, dit soort verhalen speelden uit, omdat LU angst hebt. LU bent, uh, hebt allerhande alle verschillende angsten over het hululeem. Um, en wat een beetje lastig is aan het christendom. Is dat de hel, toch wel, de, dus uh, God hel, is toch wel wit fort. God die zit helemaal in die hemel. Nou, en als je katholiek bent, heb je nog geluk, van de heb heiligen waar je aanspraak aan kan doen. Um, uh, nee, ja, uh, maar in protestantisme heb je dat dan niet meer. Dus dat is alweer een stukje lastiger. Nou ja, goed, en dan dit soort wezens die het ongeluk in het lem verklaan kunt, die kunnen dan slim handig werden. En niet alleen nog verklaan, maar dan kan je ook aan ine de schuld geven. Dat het is niet toeval het is niet de natuur die zo lukt. Nee, het bent de alken. Het bent de witte wieven, het bent de kobolders... het bent de giezen, het bent uh, de. nou ja, nu maar op waarast het is. Het bent de demonen. Uh, die kan je dan de schuld geven. Ik denk niet dat er één uh, verklaring voor is, maar er zijn heel wat verschillende redenen waarom we nu mm -hmm. vroeger geloof hebben in dit soort wezens en misschien vandoor de dag ook weer. Maar dan op een andere wijze. wij geloof niet meer in, nou we hebben niet meer zo heel veel geloof aan de, de kobolden of de alken. Maar misschien gelooft sommigen onder ons wel in boven, uh, uh, ja, bo, uh, bovenaardse wezens, de ETs, de aliens. Uh, en ja, dus ja, misschien is het gewoon van vorm veranderd, maar is het in wezen eigenlijk hetzelfde geloof. Eigenlijk is het een soort van makkelijke oplossing voor iets waar je niet voor verklaren kunt, zeg maar. Nou ja, het is een, um, niet alleen nog een oplossing. Het geeft betekenis. Het geeft echt een betekenis aan, aan het toeval, misschien. Dus uh, je bent niet, niet ziek geworden uh, omdat het gewoon toeval is. Nee, je bent ziek geworden want uh, een heksen hebben we vervloekt. Uh, je hebt uh, werkgies, heb je niet genoeg te eten uh, Er is een reden voor het lied dat je hebt in het lam. Dus ik denk dat het, uh, dat het door ook wel sterk mee te maken heeft. Dat het uh, niet alleen nog. Uh, het is niet alleen verkloon voor, kloren, voor uh, wat als we niet weten, maar ook betekenis voor alle zaken die gebeurt in ons leven. Mm -hmm. ik denk dat ook dan kun je als... er ook wat dan doen. Dat, nou ja, goed, dat is uh, een van de dingen. Voor, um, hoe ik kijk naar boven natuurlijke wezens, is dat we punt wezens voor als je een sociale relatie met anderen kunt. En dat is wel slim makkelijk. Um, kijk, met de natuur zelf een sociale relatie aangaan, dat, dat gaat niet zo goed. Met de natuur kan je niet onderhandelen. Maar als het nou een alk is, nou, daar kan je met onderhandelen. Want dat is een soort intelligent wezen. Daar kan je met praten, daar, die kan je offer uh, die kan je betalen voor wat. En nee, dat, dat uh, maakt het ja, een stuk uh, controleerbaarder. Uh, daar heb je wat meer macht over het toeval in het lem. Dus ja, dat, dat, kan, dat kan toch best wel handig zijn. En dat is toch, denk ik, hoeveel de lu in het lem op een bepaalde manier ziet. Dus, um, en dat ging dan niet alleen nog van dat lu echt gelooft in gisten of in, of in, uh, die Alken of wat dan ook. Maar ook uh, wat we misschien, doet met onze huisdieren. Dus dat we ook met onze huisdieren proberen te communiceren. Of, nou ja, als je uit wat min giet met hun rekenen, met hun computer. En toch ook kan smeken met, van, ah, alstublieft, doe het nou, mgies. Doe het nou, mgies. Ja, dat, dat zit er toch misschien heel sterk in ons. Om op deze manier met onze omgeving om te gaan. Omgeving alsof. Alsof er echt intelligente krachten in zitten. Ja, en inderdaad, je hebt uh, het vuurbeeld van een computer. Ah, kom op, dood. Ik e doe een, een, uh, een aparte beweging en in één keer deer het, zeg maar. Ja. Is dat ook alweer pigeon, pigeon Religion of zo? <laughs> of wat is dat ook alweer? Nou ja, goed, het is, uh, uh, nou, ja, het is een, uh, ja, een valse correlatie, is het eigenlijk. Uh, zo kan je dat ook noemen. Ja, maar, nou, goed, dit is. Um, ja, uh, dus uh, dit zie je ook bijvoorbeeld veel in sport. Dus een van die dingen die we vullen ziet bij fans, die uh, hadden op een gegeven moment... Nou ja, uh, ik kijk naar Oranje op televisie en uh, ik denk dat het uh, jaar dat Oranje flink won van Duitsland. Nou, prachtig. Dat, uh, ja, dat vindt iedereen aan deze kant van de grubbe hartstikke mooi. En op dat moment had hij een speciaal paar sokken aan. En toch denk hij elke keer van, als je weer naar Oranje op televisie kijkt van... Ik doe toch die sokken maar aan. Want misschien helpt het toch een beetje om wat van die positieve energie over te brengen naar het elftal. Hm. Dus dat, misschien zit dat er gewoon heel sterk cognitief in onze kop. Mm -hmm. Dat wij op deze maar manier toch dat... uh, omgaan met ons omgeving. Ja, wat ik, wat ik zeggen wil, en terug naar het begin, variant oude cognitief. Ja. In, in onze kop, daar zit natuurlijk ook een heel hoop uh, hormonen en dat soort dingen in. Precies, ja. Denk je niet dat uh, dat ermee te maken heeft, dat we eigenlijk gewoon... Of u namelijk aan het hallucineren ziet, om een bepaalde verklaring, vuren een bepaalde onverklaarbaarheid te kriegen. Ja, soms wel, denk ik. Soms wel. En um, ja, het, het enige um, dat wij dit aanzien alsof wij deze wereld, die direct voor ons verschijnt, alsof dat de enige wereld is, uh, moeten iets Uit hallucinaties kunt u wel heel betekenisvolle boodschappen noemen. Dus als uh, iemand hallucineert... Uh, um, nou kijk, een van de dingen die wij, wij tegenkomen in onderzoek... is dat van lu die een dierbare verloor is, 40% daarvan die ziet, die, uh, die ziet die dode op een gegeven moment weer rummen komen. Die ziet uh, die persoon... Uh, dus nou ja, uh, om een voorbeeld te geven uit de Verenigde Staten... Uh, een die uh, nou, heeft uh, haar moe verloren, twee maanden weer rummen... Die zit in haar kantoor en op een gegeven moment, haar uh, moe, kump, uh, kump aanlopen en ze heeft een gesprek voor vier minuten of zo. En nou, die persoon die denkt, van, uh, nou, die denkt er helemaal niks bij, want het ziet er allemaal hartstikke normaal uit. Dat die moe, die giet dan fort en die lup, geliek door de muur hen. Mm -hmm. en, dus, en dit punt uh, dit van die verhaal, die ik echt heel vaak gehoord heb, uh, de literatuur stiet te vullen met: Ik heb ze zoveel vaak gehoord. Um, dus het is misschien een hallucinatie, dat zo kunnen... Maar tegelijkertijd is het voor deze Lui ook hartstikke betekenisvol. Ja, juist, ik heb het niet ook kennen. Nou, ja, dat is heel lastig om te ontkennen. Dat, dat kan sowieso niet. Maar wat je wel in elk geval zien kan, is dat het heel betekenisvol is. Mm -hmm. Lui die geeft er echt een sterke betekenis aan. En hetzelfde zien wij bijvoorbeeld met Lui die uh, claimt ontvoerd te uh, Westerwen, de uh, buitenaardse lam. Geen idee, mm -hmm. dat kunnen we lastig verklaren, we kunnen het niet bewijzen. Maar die lu, die hebben vaak gigantisch spannende en betekenisvolle ervaringsuit. Die, die haalt ze er echt uit. Ja, en dat kan je niet negeren dat lu daar betekenis aan geeft. En dat is dus mm -hmm. als ik me benoem als religiewetenschappen met gangspunt, die betekenis. Niet of het nou woord is of niet. Dat is, dat bent interessante vrouw. hoor. Dat zeg Ik zeg niet dat je geen interessante vrouw bent, Maar dat kunt is dus zo weinig om zijn. Maar echt de betekenis voor u, dat is voor mij het wichtigste, dat is voor mij het belangrijkste. Mm -hmm. Mooi. Ja, want ik had ik, ik net ook al over uh, het, het oorlog Christendom en dat dat op een gegeven ogenblik een beetje hebben gekeken van hoe kunnen we zeg maar, die Germaanse mythologie en volksverhalen gebruiken om dan toch het christelijke te duren, zeg maar. Denk ik dat er ook als een soort van collateral damage, zeg maar, als een biproduct... Ook nog bepaalde volksverhalen uit, uit uh, zijn dure geeuwen, zeg maar. Dit net niet helemaal groot punt dure geeuwen, zeg maar. Zoals bijvoorbeeld de Witte Weeuwen. Zit dat niet gewoon valkuren? Ja, dat is, nou, ja dat, is, dat is een heel interessante vraag. Hè? Dat is een vraag die speelt sinds de 19e eeuw. Dus in de 19e eeuw kwamen de gebroeders Grimm. Die, uh, die won dat ook al eigenlijk Anteun, Die, uh, die, uh, nou, die claim dat ze door heel Duitsland uh, trekken om verhalen te verzamelen. En in die verhalen had zij het idee, er zat nog echt zo'n voor-christelijke boschop. Er zat nog zo'n voor-christelijke ja, schim, als het ware, van 1500, uh, 1500 jaar heer. Nou, mm het -hmm. pro probleem is, um, de, de schim bunt niet door heel Duitsland. Hennegon, die het benom uh, luwe vroeg om brief te schrijven uh, vanuit de Duitse steden, is er uh, doorop gereageerd. Nou, en dan ook een uh, groot gedeelte van die brieven waren van Franse hugeneuten. Dus van de jullie uit kwam oh. kwamen en Noord-Duitsland de vlucht waren. Dus heel wat Duits verhaal. Het Duitse verhaal hebben ze eigenlijk niet verzameld. Maar benoemd toch. V, uh, ja, uh, uh, verhaal van Franse hugeneuten. Um, maar in elk geval. Uh, dus hun claim dat, uh, die, ja, dat. dat die verhaal allemaal terugriep. op een veurkristelijk verleden. Het grote probleem daar door is. Door met, is dat wij daar geen bewijs voor hebben. Heel wat van de. Nou, de verhalen die wij kennen... Van de voor-christelijke religie in, uh, in Noord- en uh, West-Europa. Uh, kump allemaal uit IJsland. Uh, betekent in de 11e, 12e eeuw. Door Snorri Sturluson, de poëtische en proza-edda. Uh, nou, heel bijzondere context van Want het is IJsland, geïsoleerd uh, gebied. In een tijd dat het al christelijk was. En uh, Snorri Sturluson, die had het idee van. Dit is een verhaal die uh, Giet verleun Dus die moet ik no uptekenen voor. Ja, voor de lu van uh, Node uh, Anders uh, bunt ze helemaal molle verleuren voor het Noorgeslacht. Nou, goed, dat hebben we allemaal al door, maar heel weinig van wat we door in Werummen ziet, kunt wij linken aan wat voor folklore er was in de 19e of 20e eeuw. Ja en voor die 19e eeuw hebben wij wat scharven, hebben wij wat snippers van folklore, maar echt niet zo heel vullen. Dus uh, wat het grootste probleem is voor dit soort onderzoek, is de continuïteit. Hoe. Verhaal van Nodestiets of van de 19e eeuw teruggegiet naar een christelijk verleden. Daar kunnen wij eigenlijk hoogstens niks om zeggen. En dat wordt ook vaker gezegd, bijvoorbeeld over de, de Witte Wieven, dat ze zonder Nornen werden, de schikgodin van de Old-Noorse religie. Daar hebben we, ge, hebben we geen, geen bewijs voor. Daar hebben we gewoon geen bewijs voor, dat het ook echt zo is. Um, de Witte Wieven die verschiet in de 17e eeuw zo'n beetje. Uh, echte verhaal kreeg we erover aan het einde van de 19e eeuw. En door Veur wij eigenlijk niet zo vullen. Dus dat is heel slim om te zeggen: van. Ja, deze wezens gieten weer uh, terug op um, de Norden. Of gieten uh, weer rummen op uh, Woden. Of op Doner. Of op Saxnood. Of op andere goden. Uit uh, de Old-Noorse religie. Dat, dat wetten wij schade. Maar dat weten wij allemaal nog mm -hmm. niet. Ja, maar nu je dan toch oude Witte Wieuwe hebt. Dan komen we hier natuurlijk binnen een film. Want de film De Witte Wioe is uit. Ja, ik begint daar te glimlachen, te gronden. Ja. Want uh, ja, uh, hoe is dat soort Ja, nou, um, dat is ook kum. Op een gegeven moment zag de scriptschrijver, Mark Nookemper, die zag contact met diegenen die wat wissen over um, Nederlandse folklore. Nou, en waarom moet je dan wijzen? Dat is het Meertens Instituut. En uh, Theo Meder, de boos van de vertelcultuur, daar, die. Um, ja, die, die had er weinig tijd voor en die dacht van, ik stuur dat deur naar Arjan Sterken, die werd ook wel iets. En uh, zo is Mark Nookemper bij mij gekomen, in eerste instantie, om um, te praten om de Nederlandse folklore. Dus, uh, en uh, Mark was bijzonder geïnteresseerd in de witte wieven. Dus we wilden alles over uh, weten, maar ook, over andere wezens, over hoe dat nou zit met Nederlandse folklore en volksverhaal. Dus, uh, en met, nou, met religie, uh, ook uh, vroeg-christelijke religie, hoe zat dat in elkaar? En dus uh, door was ze uh, in eerste instantie bij mij aan de kom. Um, dus uh, ik heb eerst heel wat met hem een brainstormd in uh, om dat script. Om het verhaal. Van nou, hoe brengen we die uh, elementen er weer in uh, terug? En toen op een gegeven moment deed ik aan hem de suggestie. Die film, hij, uh, die film uh, is in een setting van uh, ja, zo'n duizend jaar terug. Uh, Angst in Nederland, uh, in een middeleeuwse commune. Uh, het is wat wat zijn, vond ik als die nu allemaal in het Hollandse praten Als ze allemaal mm -hmm. uh, ja, Amsterdams, Rotterdamse uh, praten Dat klopt eigenlijk niet helemaal. En toen heb ik dus een suggestie gedaan van als je iets hebben wat toch wat anders klinkt, maar een beetje bekend voor lu in het westen van het land, waarom neem je niet neder acties? Mm -hmm. Nou, en uh, Mark Nolkemper, uh, die heeft uh, dat overlegd aan DJ Konings, de regisseur van de film. En uh, zij waren echt enthousiast erover. Echt een sprook ja, die... Uh, wat ja, zeiden die... ze dan? Nou, ze zijn echt van. Dit is een Als je inderdaad in een historische film. Als je dan Hollands sproken. zo. dat klopt niet voor een uh, publiek uit het westen van, uh, van Nederland. Maar als je dan andere sproken neemt. Dan, uh, die voor heur, in haar oren ook wat ouderwetse klinkt. ja, dat is, dat is wel een beetje jammer er dat je dus dat Olderwetse imago erbij een aan hebt. Maar uh, ze dacht wel van. dit is wel een mooi middel. om toch wat. anders in te brengen in die film. En uh, door waren ze echt, uh, zij dachten echt dat er wat toevoegen zou aan de film. En ja, zo is dat er komen dat ze, dat ze toen ik nog veel sterker betrokken raakte bij die film. Want zij moesten een hebben die het script vertalen kon en die de acteurs helpen kon uh, met het uitspreken van de tekst. En uh, door mm -hmm. hebben ze toen mij veranderd. Ja. en hoe heet dat toen dan, zeg maar? Hoe zo? zoiets? Nou, um, ik heb dus uh, allerhande versies van het script te zien in het Hollands. En uh, mijn eerste opdracht was om het uh, over te zetten van het Hollands naar het Neder-Saxisch. En ik dacht, wat ik gedaan heb, ik heb als basis heb ik mijn eigen sprogenum. Dus ik heb uh, het uh, noord zaland zuid num. Dat is een beetje de basis in de grootste grammaticale categorie. Dus uh, ja, was waarkworden... ja. ja. dus hoe als de varkwoorden gebruikt worden, uh, dat is heel erg uh, dat Noord-Zaland-Zuid-Rens. Maar ik heb ook voor gezorgd. Uh, nou, ik word uh, net wat aan de klikken. En ik heb altijd, ik heb voor de meeste gevallen heb ik uh, voor de keuze om ook woorden te nemen die niet sterk op het Hollands ligt, maar juist sterkere Neder-Saxische woordenpunten. En door heb ik bijvoorbeeld uh, heel wat Noord-Geurigs hey, Noord gekeken en Noord-Twents. Om toch wat woorden van uh, Over te nemen in, uh, in, ja, in de toon van de film. Heb je daar een vuurbeeld van? Ja, en misschien. Dus uh, op een gegeven moment is er een uh, scène, en dat zult u wel laten zien, het is een nachtscène. Uh, hoofdpersoon die glipt uit haar huis. En komt, uh, de kump in een albutten, uh, ja, ze, ze, ze is uh, verdrietig. Er is wat er gebeurt. Uh, dan moet je zomaar zien uh, wat het precies is. Er komt een uh, glitter in een uh, buiten, die haar helpen wil. Uh, maar dan komt een ander wijzer. Nee, wij kunnen niet helpen. Uh, Frida, het muitas. Het speedas. Mm. We hebben speed ervan. Het muitas. En dat muit, uh, dat, dat is echt zo'n grunnig uh, werkwoord. Dat is, mm -hmm. dat is echt zo'n uh, woord uit het Gunnens. Dat ken ik niet uit het Salans. Uh, in het Drents ken ik dat ook niet. In het Twente ken je dat, uh, Maarten? Heb je het in het Twente wel eens gehoord? Uh, het, het kan me niet vreemd vuur, want ik, uh, misschien moet, moet ik dat ook helemaal vertellen, je hebt mijn vuur een film laten zien. Uh, het zag er prachtig goed. Echt super uh, indrukwekkend. Ik zie eigenlijk zelf niet zo van de horrorfilms. Mm. Moet ik zeggen. Maar uh, ja, het muidt me. Toen dacht ik van, oh ja, oké, okay, dat hebben we dus inderdaad volgens mij uit Gronings of... Maar eigenlijk ken ik het volgens mij ook wel uit het nieuw van bijvoorbeeld de schreeuwe Chris Kenter. Hij zegt van, ja, uit het, het mij slim. Ja, dat, hm. uh, dat, dat, ja, dat zou heel goed uh, kunnen dat ze Chris dat ook wel in zijn uh, boekerijen uh, stopt heeft. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar ik ken het zelf niet vanuit mijn jeugd in elk geval. En uh, Mimo is opgegroeid een groot uh, Ja, zij ken dat ook niet in elk geval. Hm. Uh, ja misschien maar goed er is altijd in Nijluzen zelfs is altijd strijd tussen noord en zuid Nijluzen uh, dat is een grote kamp met elkaar altijd van uh, wie het beste plat praat, en andere zorgen ook <laughs> nog. dus uh, dat, dat kan ook zo'n onderscheid werden. zijn maar uh, ja goed het komt nou ja dus misschien komt het in verschillende omroden voor dus in Grun maar misschien ook in deel van Salland nog wel ergens aan dus misschien ook weer um, ja, maar uh, nou, dat was een van die voorbeelden. En um, wat ook mooi was, zeker voor de uh, vloek en scheldwoorden, was toch het Twent wel echt een uitkomst. Daar, uh, daar heb ik toch echt veel uh, toeken bijvoorbeeld. En uh, ja. knitsen. Ja. Uh, die zit net niet meer in de film knitsen, maar uh, was, die stond ook in de script op een gegeven moment. Uh, knurvig, Adervief. De knurvig is ook weer een uh, mooie Twentse geloof ik. Dus uh, ja. Ik, uh, ik heb zo'n beetje de vlaggenroede stukken toen ik het woord Toeken hoorde, inderdaad. Dat is echt een ouderwets, groot Twens woordvuur, een bepaald soort wief. Uh, ja, ja, precies. Maar, uh, <laughs> ja, ole, Toeken. En ik, heb, ik hoor het Miva nog wel eens een keer zingen. Niet Ting Mimo, trouwens, dat oh. moet ik erbij zingen. Gelukkig. Dus uh, het, uh, het keupt nog wel eens vuur. <laughs> ja, ja. Ja, hoe lastig is het om Hollanders plat te laten kunnen? Maar hoe, hoe deden die acteurs daar? Want die moesten dat zomaar in één keer... ...vanuit het niks doen. Dat... Of werden daarop selecteerd? Nou nee, daar werd niet, uh, niet in het bijzonder op geselecteerd. Dat was, dat was... ...nou, dat was een uitdaging. Dat was echt een uitdaging. Um, wat wij aan eerste instantie gedaan hebben... Uh, ik heb zoveel script in de praat. Dus ik heb het uh, up Ja, gewoon met mijn telefoon, niks uh, wat bijzonders, wel gewoon ergies. Riegel voor riegel up Dat de acteurs hun kunnen hoe het uh, klinken moest. En uh, toen, ja, en ik heb ze ook wat huiswerk met een game. Uh, van luister ook nog podcasts in het Neder-Saxisch. Uh, dus bijvoorbeeld deze, Weltspraken, maar ook uh, de Neder-Saxen van uh, Albert Bartels en uh, Hendrik Jan Bukkers, bijvoorbeeld. Uh, dus die heb ik ook aan, uh, aan de roden. Om naar uh, te luisteren. Um, voor die uitspraken um, ja, nou, dus het was hartstikke spannend dat vond iedereen van, want dit is echt een extra uitdaging die je aangeeft als je het in het Hollands doet, dan kunt acteurs dat veel makkelijker als je het in het neder saxisch doet en er kwam één nee, één acteur die woont tegenwoordig aan de Duitse kant van de Grubbe in uh, het neder saxisch gebied en, uh, nee, bij de Achterhoek in de buren. Achterhoek Eén uh, heeft uh, familie die het Omkamp dus uh, die, had, die had het wel eens gehoord maar de rest voor haar was was echt helemaal een nee. Ze had geen idee van dat wij deze sproken in Nederland hadden. Daar had ze nog echt mm. nog nooit van de Dus voor heel veel nu was het echt, heel veel acteurs was het echt helemaal een nee. Um, nou, en het was hartstikke spannend. Dus voor iedereen in Udon toen hebben we op een gegeven moment hebben we een scriptlezing georganiseerd. Dus zo'n eerste mm. mol dat je met alle acteurs bij een zit om gewoon dat script door te lezen. En toen uh, heb ik dus ook heb ik nog hoe hoe was de luist aan het uh, uitpraten waren. En wat ik toch mijn geluk hun was dat sommige acteurs echt heel goed hun huiswerken doen hadden. Sommige acteurs die hebben het echt heel mooi aan Dat ik echt dacht van nou mijn nou Ik ben ook docent aan de Radboud Universiteit. Mijn strevceiver is een sum. En wat ik toch hun meestal is ook toch al gauw een acht of hoger gem. Uh, zeker als je nooit het eindresultaat lustet. Daar ben ik echt wel groot op. Echt, Daar hebben ze heel mooi gedaan. Maar dat was echt slim lastig af en toe. Um, kijk, maar waar je first met... Uh, dus, uh, nou, uh, wat Dus. Nou, waar je als acteur een baby hebt, is dat je op een gegeven moment ook een baby probeert te improviseren. En daar kan je mee doen lichaam doen, mee doen lief, kan je bewegings maken enzovoorts. Maar dit doe je ook mee doen stemmen. Nou, en mm -hmm. als je dat dan in het uh, Hollands is, dan ging dat makkelijk. Die sproken ken je. Dan kan je makkelijk. Improviseren. Maar ja, als je net wat improviseren wilt in dat neder saxisch en je kent die sprongen eigenlijk niet, dan uh, kan een klein woordje, als je dat nog een beetje herinnert, kan dat een baby maar echt een vullen zin maken. Nee, dat, dat geet dan niet. Dat geet dan gewoon niet. Dus wat ook vaak het geval was op de set zelf, was dat ik met mijn woordbeukens uh, stond, met die kleine handwoordenbeukjes had ik bij me uh, van Grun, van Drenthe en van Twente. Um, ja, en als er dan weer een nieuwe riegel komen was dat ze net wat anders bedacht gaan in de scène, dat ik dan snel een nieuwe lienschreem kom voor het script. Mm. Uh, en, met, en dan ook nog uh, met in rekening gehouden dat ik een uh, echt sterke neder saxisch woord hebben wil in ste van Hollands woord. Maar dat was echt de mm -hmm. uitdaging. Maar uiteindelijk ja, is dus ook de hele tijd de act acteurs zoveel coachen van um, hun riegels met hun deurnem hoe de uitspraak is. Um, Anneke Sluiters dat is de hoofdrol uh, in de film, uh, die doet dat echt heel mooi. Die heeft ook echt heel wat uh, trainingen gedaan. Um, dus uh, ja, uh, dan ging het heel makkelijk met. Maar Aande, die had toch net wat meer coaching nodig. Die, uh, daar heb ik echt wel uren met, uh, met het script zitten uh, om die scènes te oefenen. Uh, waardoor ik zelf ook een iets beter acteur geworden ben. Dus dat is ook wel weer mooi eraan. <laughs> maar dat was echt een uitdaging. Maar één ding wat wel echt gigantisch helpt: Heel wat acteurs hebben stemtrainingen gehad. En dat betekent dat ze wet, waar als de klanken in hun mond, waar als ze gemaakt worden. Dus dan kan je zeggen van, ah, die, uh, die ene o, die moet net iets hoger. Of uh, die e, uh, die moet weer net iets leger zitten in de mond. Uh, of je moet hun tongen zo gebruiken op, op die wijze. Dat helpt toch wel weer heel wat. En hmm, dus, uh, ja, de, ja de, het was een uitdaging. Maar uiteindelijk, de acteurs hebben echt hun best gedaan om er uh, wat moois van te maken. De, de dame in de hoofdrollen, dat was dat Joy Verberg, toch? Of niet? Nee, 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 de dame in de hoofdrollen, dat is Anneke Sluiters. Oké, okay, nou, maar dan moet ik zeggen, dan, dan vind ik nog het meest auturend klinken hoor. Ja. En heeft zij iets met, uh, met nederzakjes? Helemaal niks. Nee, Anneke Sluiters. Nou, dat is wel heel knap, ja. ja dus die, die heeft echt een wereldprestatie. Ik word sowieso zeggen van elke acteur, moet ik zeggen, ben ik echt groot op. Die heeft echt... echt uh, echt een mooie ding voor mekaar, kring. Zeker als je uh, wet voor als ze beginnen. Uh, dus uh, ja, maar Anneke Sluiters, ja, die. Uh, nou, Anneke Sluiters, die heeft misschien nog. Dat weet ik niet zeker of dat echt zo is, maar uh, die is nog apart uh, pormel bij mij langs de West, in Nimwegen hier. Zodat ik gewoon oefen kon met het script. Dus die heeft echt, uh, ja, in het Engels die extra malen lopen. Die extra mm -hmm. medes gemaakt... Om het zo overtuigend mogelijk te brengen. Ja. En uh, qua verhaal, zie je ook blij met het verhaal zo? Of? Het verhaal zelf, ja, um, ik vind dat, ja, ik vind dat het, een, uh, het is een heel interessante hervertelling van de zagen om de witte wieven. Nou, in Nederland zelf kent wij heel wat verschillende verhalen over de witte wieven. Dus, um, en wat, um, nou, wat Mark Nokemper uiteindelijk voor besluit, de keuze heeft, is um, een bepaald wat nije verhaal te nemen en dat echt op een heel andere manier te vertellen. Uh, dus het verhaal van een witte wief dat ze uh, vruchtbaarheid uh, geeft aan. Uh, of een kind geeft aan uh, een die niet zwanger worden kan. En dat verhaal heeft als basis een num voor de witte wieven in de film. Dus een, uh, ja, dit verhaal komt kom uit uh, de Gruppen van uh, Drenthe en Alverrizel. Dus weer heel toepasselijk voor mij ook. Ja, maar het is een beetje een modern verhaal. Het is niet zo heel erg oud. Maar in elk geval, dat verhaal uh, hebben uh, een num. Uh, en ze hebben een uh, wat sterkere, ja, zo toch zeggen, feministische draaien aan de gem. Ja, um, dus leum het, leum het niet, zeg maar, naar deze film heen om te denken van, nou, nou zou een zo zien hoe het met de WTW omgaat, zo. Nou, je, van wat je van deze film leert, en dat is denk ik wel echt de kern uh, hiervan, is dat folklore nooit uh, hetzelfde blijft. Folklore verandert altijd door de tijd hen Um, ook aan je kijkt naar het Noord Nederlandse folklore um, in de 18e eeuw ziet dat er heel anders uit dan in de 19e eeuw en in de 20e eeuw zit het er ook weer heel anders uit want verhaal die verandert door de tijd heen en wat je dus ziet nu met de witte wieven is een nieuwe vorm van de witte wieven maar wat toch hoort bij het folklore landschap van Nederland het is gewoon mm -hmm. een andere vertelling zoals ook nu uh, al de handen andere wezens op een andere manier verteld wordt uh, mm -hmm. dus verhaal verhaal verandert constant dus wat je van de witte lieven leert is een Nijmootse interpretatie ervan. Mm -hmm. En het is een veel feministischere interpretatie, zal ik zeggen. Ja, en uh, de film zelf, zeg ik het als ik meen dat het niet specifiek voor een neder publiek is? Nee, het is niet, uh, niet uh, specifiek voor een neder publiek. Kijk, wat het mooie eraan is, is dat onze spraken nou ook eindelijk voor een tweede film abrupt is. Uh, en ja, daar ben ik hartstikke groots op en daardoor heeft het ook misschien wat weerder voor, ik denk toch benomen, wat jonger publiek in de neder saxische rebeten. Maar als het ja, anders, het is niet in het bijzonder een film voor de Neder-Saksen. Het is een, eigenlijk een film voor ja, iedereen in uh, potentie, maar um, ja, uh, hij is ook eerst uitgekomen met Engelse ondertiteling bijvoorbeeld op de, het uh, International Film Festival van uh, Rotterdam. Dus uh, ja, ze hebben er ook wel internationale aspiraties met, met deze film. En, en wat was de reactie daarop? Nou, tot nu toe uh, kreeg de film echt goeie recensies. Uh, dus, en op verschillende plekken. Dus uh, dat het spel tussen de acteurs goed is... Um, de cinematografie zo ook echt mooi weer en dat moet ik ook, ik heb nou twee keer op het uh, grote doeken gezien en ik moet toch zeggen uh, die eerste shots als je dat ziet dat denk ik toch altijd weer van, dit ziet er echt lekker uit, de, ik ben ja, dit ja. ziet er echt mooi uit, uh, zeker op een groot scherm, dat is echt fantastisch maar wat ze dan ook uh, roemt aan is de sproken. dat die sproken die geeft toch echt een extra uh, ja, geeft toch echt een extra laag, een extra laag aan die film een mm -hmm. echt, ja, even toch, uh, voor, ja, lu van over de hele wereld. En ook in het westen van Nederland. toch echt, um, ja, echt even iets aans. En, eh, uh, dat, dat helpt dat de film echt heel veel. Dat ze, dat denkt iedereen uh, die ik erover hoor en wat ik ook les in de recensies. Die, die, ja, die stelt dat eigenlijk Dat dat, dat dat, uh, dat Neder-Saxisch. dat geeft toch echt wat extra's aan deze film. Mooi. Ehm. Um... Ja, er de, de, ja, de, de was nog een lezersvraag, want ik heb natuurlijk van tevoren aangekondigd dat ik oe in de podcast kreeg. Um, er was iemand, die zei: Ik zal wel willen weten, uh, omdat het in de middeleeuwen speelt, of je of nog rekening hebt met uh, eventuele verschillen tussen de saxische gebeuren en. Hoe oude no zingt. Maar dat is hij eigenlijk al antwoord op gegeven, toch? Ja, dat heb ik dus uiteindelijk. Uh, kik, want dan, dan moet je dus kik, gewoon kicken in deze fase zit je toch net nog wat dichter denk ik bij het echt Old Neder-Saxies dan bij het middel Dus het middelsaxi wat van nu de Haanse kent, uh, in Haanse geschriften. Dus zit toch echt uh, dichter, net wat dichter bij het Old Neder-Sacties van de Helians, bijvoorbeeld, en van de, de Genesis fragmenten. Dat, dat is echt zo aans. Dat, ik ja, door is niet... ja, dat is een traptewied. Ja, dat is denk ik echt een traptewied. Dat, uh, dat ben ik, moet ik ook zelf zeggen. Dat kan ik een baby lezen. Uh, ik moet er altijd een wormbuck bij hebben, want anders schiet dat gewoon echt niet. Um, maar ja, nee, dat is echt zo spooraan, dus Daar heb ik dan uiteindelijk niet voor de keuze. Ook omdat wij dan een baby gokken met gewoon uh, hoe als dat te klunken heeft. En ik weet, uh, Martin, je hebt een mooie video gemaakt. Met hoe we, uh, als je dat natuurlijk probeert uit uh, te praten. En dat, dat had ik kunt zo had het goed geklunt, maar dan zult het voor de acteurs nog weer een stap wieder zijn. Dus mm -hmm. daar hebben we uiteindelijk niet voor de keuze. We hebben ze keuze voor een soort vorm van moderne neder saxisch met wat Oldmoodse woorden door hen. Uh, wat minder. we proberen de Hollandse invloed eruit te krijgen. En het is eigenlijk, ja, met is het een beetje gekunstelde sprake. Maar, nou ja, goed, uh, op deze manier, misschien komt van die woorden als toeken dan ook wat meer in het dagelijkse woorgebruik van de Nederlandse saks Dat de is nederzaks. wel cool, hé. Dat is ja. wat werken. Ik weet niet of dat precies nou, dat woord nou precies uh, positief doorin is, maar uh, <laughs> goed, dat, dat zult u wel zien. Ja, en nu? Smaakt naar meer? Of ga je nu gewoon weer naar de, naar de RU, hè? En nee. Ga je daar gewoon weer uw dagelijkse... Dagelijkse les de, ...de dagelijkse lesgeheel. De dagelijkse dingen deur, ...dus college, gym, onderzoek doen... Um, ...andere dingen, maar ook... Uh, ...er ligt al wat plan voor wat meer films. Uh, dus ik Aha. ben in contact... ...met andere... Uh, nou, ...met uh, dezelfde scriptschrijvers en de regisseurs... ...met Mark Nolkamp en DJ Konings... ...maar ook uh, met andere lu in Nederland... Uh, ...ben ik nog in contact... ...om uh, wat mee te helpen... Uh, ...met uh, benoemde folklore. De folklore heeft echt heel wat geïnspireerd. Maar er bent uh, ook nog wat kansen voor het net de Dus misschien in de toekomst. Maar het bent nog echt een plan die nog echt een beetje in de in de uh, kinder, uh, ziet, uh, Echt nog een plan van uh, voor de toekomst. Dus uh, misschien komt er wat van, misschien niet. Maar wij blijven gewoon ons best te doen voor onze sproken. Oké, okay. mooi. Les de vrouwen. Heb ik nog iets Nedervrouw waar je Wagner wil vertellen? Nou, iets, uh, dus dit is een film uh, die Kump uh, binnenkort in Meertmond dialectmond op Nederlandse televisie. Uh, dat is uh, om uh, 16 meert, om 10 uur soms, bij NPO 3. En het is een onderdeel van uh, de serie Koolhoven presenteert, waarin uh, zes jonge filmmakers de kansen kregen om nu eens eindelijk een wat langere film te maken. En uh, nou, door dit het, het, film Witte Wieven dus wij, ja, in zomer werken met de VPRO. En wat het mooi is, als je nou de televisiepremière mist, als je niet kan om uh, 16 uur, om 10 uur soms, hij wordt door ook gestreamd, kan je hem uh, terug uh, weer kunnen kijken op uh, NPO Start en NPO Plus. Mm -hmm. Met een kleine waarschuwing bee. Uh, het is niet voor iedereen. Het is niet voor iedereen. Als je angstig wordt, uh, als je niet zo van bloedhonden of van beklemmende sociale scènes of uh, andere aan dan uh, mis je toch een oogje dicht te knippen bij die scènes. Ja. Hm. Goed. Volgens mij zullen we aan dan Dan dank ik u onmiddellijk voor het tijd. Ja, en Jok ook zijn Hartstikke uh, dank. Hartstikke mooi dat het uh, er is. En uh, veel succes met de toekomende films en allerlei dingen. Hoe je uh, de nederlandse acties aan hebt Ik ben niet. Dank u wel. Dank u wel.